We staan in de plenaire zaal. Dit is de vergaderruimte waar alle parlementariërs bij elkaar komen. Dus alle 150 Kamerleden die vergaderen hier, debatteren hier. Dus dit is de plenaire zaal van het parlement. Deze keer doen 37 partijen mee. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit hoeveel partijen meedoen. Want uiteindelijk worden 150 Kamerleden gekozen. Dat staat ook in de grondwet. Dus al doen 200 partijen mee, er worden gewoon 150 Kamerleden gekozen. Wat mensen in het dagelijks leven meemaken, of het nou om openbaar vervoer gaat, onderwijs, oorlog, kinderopvang. Wij bemoeien ons met alles wat mensen doen. Dus politiek is niet iets wat je op televisie ziet en het staat ver van je af. Maar het gaat over je dagelijks leven. En als je niet gaat stemmen en kenbaar maakt wat je wil, ja, dan heb je 4 jaar zit je met misschien politici waar je je niet in kan herkennen. Of waarvan je denkt, nou, eigenlijk zou ik willen dat iemand anders mij vertegenwoordigt. Ik ben nooit bang voor nieuwe partijen, want ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, het wordt allemaal te veel en straks hebben we heel veel partijen. Als de kiezer dat wil, dan is dat gewoon zo. Zo hoort het in een democratie. Maar dat kan alleen als je gaat stemmen.